Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op Doe Maar Gamen. In deze nieuwe video hier op Doe Maar Gamen ga ik samen met jullie weer een nieuwe Minecraft Challenge doen. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk al lang gezien in de titel. Deze episode van Minecraft Challenges ga ik namelijk met jullie de Chubby Bunny Challenge doen. Maar ik ga hem iets anders doen dan dat de meeste mensen het doen. Ik ga hem namelijk doen met druiven, want ik ben een vegetariër. Nee, ik ben geen vegetariër. Ik zou er gewoon niet aan kunnen denken om een vegetariër te zijn. Ik hou veel te veel van vlees. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Ik ga de Chubby Bunny Challenge doen. Ik heb hier een heerlijk pak druiven van Dirk. Kleine sluipreclame. En ik heb er zin in, hoop ik jullie ook. Vergeet niet even een blauw duimpje te doen op deze video als jullie meer Minecraft challenges willen. En hier beneden even in de comments te schrijven wat voor challenge ik de volgende keer moet doen. Het is zo simpel. Bij elke kill die ik maak moet ik 4 druiven in mijn mond doen. Het zijn er inderdaad een beetje veel. Maar ik ga met jullie de Hunger Games spelen. En met de Hunger Games is het ook wel wat moeilijker om mensen te killen. Ik heb er in ieder geval zin in. En ik zie jullie zo meteen wel wanneer het potje van de Hunger Games begonnen is. Oké, nog 10 seconden en dan mag ik druiven gaan eten. Ik heb nog niet avond gegeten en het is momenteel 6 uur. Dus ik heb over het algemeen wel een beetje trek. Dus ik hoop dat ik lekker veel kills ga maken. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik ga gelijk even een kit gaan kiezen. Ik ben jammer genoeg geen VIP in deze server. Dus ik moet maar even kijken welke ik ga kiezen. Ik ga denk ik maar... Oh, ze hebben wel trouwens nieuwe zie ik. Ik ga maar gewoon voor de Knight. Dat vind ik persoonlijk wel de fijnste kit. Dan kun je in ieder geval lekker gaan slaan met een zwaar. Het idee is dus nogmaals, bij elke kill die ik maak moet ik 4 druiven in mijn mond gaan doen. Ik wou er eerst 3 doen, maar toen voelde ik mijn buik weer een beetje knorren. Dus ik denk ik doe er gewoon 4 in mijn mond. Ik heb ook hier eerder de Chubby Bunny Challenge gedaan. Op Doe Maar Gamen. Dat was in Minecraft Survival. Bij elke oord die ik toen vond, moest ik een spekje in mijn mond doen. Als je die hebt gezien, ik zal even een annotatie in beeld plakken. Dan kun je die kijken. Ik vond het over het algemeen wel een soort van leuke challenge om te doen. Het was een soort van noble. En ik heb geen zwaard momenteel, dus ik ga maar gelijk even vluchten. Want PvP staat namelijk, geloof ik, bij de Hunger Games in de Hypixel server gelijk aan. En dat kan soms een beetje voor vervelende fragmenten volgen. Als ik zelf word doodgemaakt, is er dus eigenlijk niets aan de hand. Dan moet ik gewoon een nieuw potje gaan spelen. En jullie gaan gewoon in beeld zien hoeveel van die heerlijke druifjes ik in mijn mond kan doen. Ik had net even een druif geproefd en dat was heel erg zuur. Dus ik was even aan het kijken of hij nog goed was. Maar ik dacht dat hij nog wel goed zou zijn. Want mijn moeder had het namelijk als het goed is vandaag gekocht. Zou ze wel niet leuk vinden als zometeen al die druiven in één keer in mijn mond zitten. Maar dat zal ik na de opnames wel even gaan bekijken. Dat is momenteel niet echt iets waar ik me druk om moet gaan maken. Het is in ieder geval wel leuk om een keer te doen. De Chubby Bunny Challenge. Heel erg veel mensen hadden deze challenge in de comments geschreven bij de wasknijpen challenge. Ik zou daarvan ook wel even een annotatie in beeld plakken. Dan kunnen jullie die ook kijken als jullie dat willen. Dat was een challenge waarbij ik bij elke kill geloof 4 wasknijpers in mijn gezicht moest doen. Of 3. Persoonlijk ben ik iemand die. Kijk, sommige mensen die doen het met Call of Duty. Heb ik wel een keer gezien bij een Amerikaanse YouTuber. Alleen, het hele... Oh, ik heb trouwens gewoon een zwaar. Het hele probleem is, en ik ben nu wel een soort van een commentary. Ja, ik moet even gaan richten op players. Het hele probleem is dat ik het doe in Minecraft. En in Minecraft is het veel moeilijker om iemand te killen. Het gaat veel langzamer. Dus daarom doe ik gelijk 4 ervan. Dus dan weten jullie dat. Voor de mensen die een soort van vraagteken erbij hadden waarom ik gelijk 4 van die druiven in mijn mond deed. En ik heb honger. Dus. Is ook een kleine sluiperige reden waarom ik er liever 4 in mijn mond doe dan 2. En dat klinkt echt zo vies. Ik doe er liever 4 in mijn mond dan 2. Laten we het daar maar gewoon niet over hebben. En laten we maar gewoon ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk een kill gaan maken. Zodat ik heb. Ik moet je nagaan dat ik die druif nog niet eens geplukt, om het even zo te zeggen. Wat ik daarmee bedoel, is dat ik ze nog niet eens van dat, ja, hoe zeg je, van het hout? Is dat hout? Geen idee hoe je dat noemt, maar ik heb het in ieder geval nog niet eens losgehaald van dat, ja, hoe noem je dat? Van dat planten, van die steel, om het even zo te zeggen. Dat klinkt echt heel raar. Ik weet niet hoe dat heet, laat het weten in de comments. Maar daar heb ik nog niet eens van losgehaald. Dus moet ik zo meteen maar even gaan doen als ik een kill maak. Zul je net zien dat ik nu juist geen kills ga maken, omdat ik nu honger heb en omdat ik nu een druif in mijn mond wil doen. Nu vind ik het nog leuk, dat ik nu wil ik nog een druif in mijn mond doen. Maar na 5 minuten, naarmate deze opname langer duurt, dan heb ik er waarschijnlijk al gelijk veel minder zin in. Omdat ik dan waarschijnlijk 15 druiven in mijn mond. Screw you! Ik ben dood. Ik haat mijn leven. En ik heb nog steeds honger. Oké, jongens, let's go. Laten wij wat kills gaan maken. Ik wil die drui... Oh, kut. Oh. Fuck you! Ik wil druiven eten! Ja, ik mag druiven eten. Oh, eerste kill. Ik wacht heel... Hey, hey, nee, 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 nee. 1 hand rennen. 1 hand drijven. Drijf 1. Het lukt nog. Zo kan ik nog wel praten. 2. Is ze weg? Het is 3, toch? Ja, 3. Het zijn er al 3. 4. Nee, ik wil niet eten. Het is al te veel. Ik heb er een paar in mijn mond. En ik heb nu al... Oh my god, dit is niet leuk. Ik moet er nu weer 4 bij. En ik heb er 4 in mijn mond. En het lukt nu al niet bijna. 1. Ik heb nu dus eigenlijk gewoon 5 drijven in mijn mond. En ik kan nu al bijna niet meer praten. Dus zeer waarschijnlijk gaat dit een nogal stille commentary worden. 2. Oh, dit is echt een hele grote. Die bewaar ik voor aan het lijn. Ik ga nu even de normale pakken. Hoeveel is dit? Dit is, ja, dat is de 4e. Of is dit de 3e? Ik denk de 4e. Het maakt me eigenlijk ook niet uit, want ik kan eigenlijk al bijna niet meer normaal praten. Sommige mensen die hebben echt zulke grote monden. Er is ook zo'n Amerikaanse YouTuber en die doet een wedstrijd eten. En ik hoop dat jullie me nog normaal kunnen verstaan. En ik kan gewoon iets van 3 hamburgers van de McDonald's in zijn mond doen. En ik heb wel moeite met 8 druiven.
Het leven is oneerlijk. Het gaat over het algemeen goed. Ik bedoel, ik wil eigenlijk niets te klagen. Alleen, er is één druif. En die wil echt enorm graag mijn mond verlaten. Maar ik sta dat niet toe. Want hij moet namelijk in mijn mond blijven. Ik hoop eigenlijk niet dat ik nog een keer... Druivenbak, ga eens weg joh. Probeer op te nemen, lul. Nou, ik hoop dus eigenlijk niet dat ik nog een keer maak, als ik heel eerlijk mag zijn. Want... Oh, je moet ook echt een beetje zo... Oh, steek in mijn kaak. Nee, ik heb geen steek in mijn kaak smaak. Ik heb nu een beetje zo stoffig smaak. Oh, ik kan bijna niet meer praten, joh. Echt niet fijn. Ik laat ik bij de volgende vier bijna... Ah. Ik ben dood. En nu moet ik dus gewoon wachten totdat ik weer bij het volgende potje ben. En ik moet al die fucking druiven in mijn mond houden. Wat ik wel niet voor jullie over heb. Ik kan niet eens meer normaal wachten. Dat is echt gewoon vreselijk. Oké, ik ga nu even kiezen voor... Ik ga gewoon weer voor Knight. Weet je, eigenlijk wil ik nu een ander kit kiezen. Omdat ik namelijk zo weinig mogelijk kills wil maken. Maar ik moet het eerlijk spelen. Ik heb deze challenge bedacht met jullie hulp. Eigenlijk, jullie zeiden de Chubby Bunny Challenge. Ik liep naar beneden. Ik had honger. Ik zag een druif. Ik denk, hey, laat ik dat gaan combineren. Niet het slimste idee wat ik ooit heb gehad. Maar hey, ik doe het voor jullie. En natuurlijk omdat ik een retard ben. Heeft er ook wel een klein beetje mee te maken. Ah, ik hou het niet meer. Het is zo... Snel, wapen. Fist fight. Die, bitch. En de man. Met je lelijke roze... Of nee, je hebt geen eens een roze. Lego heeft zo omdat je sloeg. Met je lelijke witte sweater. Ga toch dood. Screw you. Jij dwaas. Sla met vuisten, dat win je nooit van mij. Ik ben hier de viskoning. Oh, dat klinkt echt zo verkeerd. Kom op, doe dat maar even niet. Link, help me nou. Moet je je vrouwtje zelf daar redden. Kom hier, help me. Deze Enderman die is me aan het aanranden. Oh, dat wordt zomaar normaal gevonden. Wacht maar totdat ik zo meteen mijn zwaard krijg, lul. Oh, dan rent hij weg. Wacht maar, zo meteen heb ik mijn zwaard. En dan wordt hij echt keihard geoond. En het is zo moeilijk commentaten met 5 fucking 8 druiven in mijn mond. Ik had er echt gewoon 3 per keer moeten doen. Maar ik... Nee, ik weet niet. Ja, vriend. Oh, jij hebt hem ook. Oh, dat is vrij nodig. Ik heb de druif van een trolls, een grote. Kan er niet mee praten, maar ik ben een retard. En dat zie je terug in deze video. Druiven, het zijn er meer als 8. Kaken zwellen op. En ze puilen er rustig uit. Oh, 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 oh. Oh, 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 uit. Oh, 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 oh. Hey, ik heb een druif. Ja, in mijn mond. Dit nummer is zo oud, maar ik vond niet een ander. Want die druiven spreken me tegen. Daar hangt hier heel sexy. Een schilletje van een druif. Ah, ik begin te slijmen. Ik moet echt zeggen, ik heb nog nooit zoveel last gehad van mijn kaken. Het wordt al wat minder. Het lijkt alsof er een soort van inkrimpen naarmate er meer slijm bij komt. Ik voel me net mijn biologie leraar. Ik moet stoppen met praten over slijm en druiven. Klinkt gewoon niet goed. Let's go. Nee! Ik wil zwaard! Appels. Appels. Ik ben weg. Nog 4 druiven moeten erbij. Dan heb ik 12 druiven in mijn mond. Weet je, sommige mensen zeggen, ja, ik heb de wereld gered door een bom door te knippen. En dan kom ik en dan zeg ik van, ja, ik heb 12 druiven tegelijkertijd in mijn mond gehad. Iedereen is al gewoon stil. Niemand hier heeft iets wat beter is dan 12 druiven tegelijk in je mond. Wie kan dat nou? Oké, nice. Let's go. Nee, ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen, jongen. Nee. Zit je achter me aan? Zit je achter... Hij zit achter me aan. Dat willen we niet. Dat willen we... Ja hoor, doet hij even. Ik ga zo meteen gewoon vrijwillig 4 druiven in mijn mond doen. Zo ben ik dan ook alweer. Als het te lang duurt, fuck dat. Ik wil gewoon weten hoe het voelt om 12 druiven in mijn mond te hebben. Dat is gewoon wat ik al zei toen ik net uit mijn moeders bij kwam. Van mama, hoe voelt het als ik 12 druiven in mijn mond doe? Ja, nou, nu voel ik het eindelijk. Tenminste, ik heb er nu 8 in mijn mond. Ik moet nog even wachten. Dus als ik nu doodga, fuck die shit, doe ik er alsnog gewoon 4 bij. Dan pas ik mijn eigen spelregels gewoon aan. Speciaal voor deze video, zo ben ik dan ook alweer. Oh, dit wordt moeilijk, jongens. Dit is echt pittig. Dit is echt heel pittig. En dan bedoel ik niet dat die druiven pittig zijn, die zijn namelijk wel zo erg zuur. Maar gewoon dit. Als je nog achter me aan. Ik wel aan kan eigenlijk. Maar hey, het zeker voor het onzeker. We willen wel legit die 4 druiven in mijn mond doen. Normaal gesproken willen jullie maar nooit een cheat. En zeer waarschijnlijk als ik nu aan het cheat ben en gewoon vrijwillig 4 druiven in mijn mond doen. Is het zo van, nou Jop, je mag me vaker cheat op dat gebied. Oh, fuck jou. Oké, nou, ik heb er hier precies 4. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Nummer 4 is klein, dus... Oké. Hebben jullie ooit gehoord van die jongen die 12 druiven in zijn mond deed voor een video? Wat een retard was dat, joh. Ik kan nu niet eens normaal praten. Ik denk maar, oh, dat is echt zo zeer. Heb je? Ik doe er nog 4 bij. En zeer waarschijnlijk moet ik er ondertiteling bij pakken. Nee, jullie horen het wel. Ik doe er nog 4 bij. Ik hoop dat het gaat lukken. En dan heb ik gewoon fucking 16 druiven in mijn mond gehad. Wie heeft dat nou? 1. 2. Oh, hier is die grote. Oké. 3. 4.
Ik heb nog nooit zoveel bolletjes. Oké, laat ik dat me niet zeggen. Ik heb nog nooit zoveel druiven tegelijkertijd in mijn mond gehad. Het was fucking nasty. En mijn wangen doen echt super zeer.